De gemeenteraad is dinsdag akkoord gegaan om een geldlening van €223.000 beschikbaar te stellen voor de realisering van het plattelandshuis in Panningen. Dat betekent dat we nu echt aan de slag kunnen. We hebben al van alles op de plank liggen waar we mee verder kunnen. Als het gaat om het stuk bouw. Maar ook met betrekking met de zorg zijn we al bezig met vrijwilligersplannen, scholingen te organiseren. Dus we kunnen nu eindelijk daarin doorzetten. Het oppakken, zodat we ook daadwerkelijk kunnen starten nog dit jaar. De voorbereidingen om in het plattelandshuis voor het einde van het jaar al de eerste gasten te ontvangen zijn in volle gang. Eerder besloot het college al het pand aan de Koninginnelaan in Panningen te verkopen aan de stichting. De adviescommissie van de gemeente Peelen-Maas draagt burgemeester Wilma Delissen voor aan de kroon voor een herbenoeming voor een periode van 6 jaar. Na een periode van 6 dienstjaren is het wettelijk voorgeschreven dat er een besluit moet worden genomen over het herbenoemen van de burgemeester. Het is nog niet duidelijk wanneer het advies van de commissie door de kroon wordt bevestigd.